Hallo lieve mensen, wat super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video vanaf mijn bloedhete zolderkamertje waar ik nu aan het filmen ben en waar ik vorige week ook video had opgenomen die helemaal is mislukt omdat de cameralens van mij kapot was gegaan en nu heb ik inmiddels een nieuwe cameralens waarmee ik film. Dus ik ben blij dat ik weer voor jullie kan gaan zitten en deze Q&A video kan gaan opnemen. Ondanks dat het hier bloedheet is, want de zon schijnt nu volop op het dak en we hebben nog geen openstaande ramen hier op zolder. Dus dat is af en toe een beetje lastig, maar dat geeft niet. Ik ga gewoon lekker door met filmen, want ik heb hier een lijst met vragen die jullie mij hebben gesteld via Instagram. Ik had namelijk vorige week een oproepje gedaan of jullie nieuwe brandende vragen hadden en daar kwamen er een paar originele uit die ook het meest gesteld waren, die ik ook vaker voorbij had zien komen. Die heb ik hierin opgeschreven. Dus die ga ik vandaag in deze Q&A video voor jullie beantwoorden. En ik hoop dat jullie het weer leuk gaan vinden om dan op deze manier iets meer over mij te weten te komen. Want ik vind het zelf altijd heel erg leuk om dat bij anderen te zien. Dus zonder al te veel door te kletsen ga ik nu beginnen met het beantwoorden van jullie vragen. En ik wens je zoals altijd weer veel plezier bij het kijken. Alright, de eerste vraag is: hoe gaat het met je? En dat is een vraag die heel erg vaak voorbij kwam, omdat jullie een beetje zorgen maakten, denk ik. Omdat ik de afgelopen tijd niet zo heel erg actief ben geweest op social media en op mijn YouTube kanaal. Want ik heb nu dus minder video's per week en afgelopen 2 weken ging het ook minder goed met het uploaden. Daar zal ik gelijk even antwoord op geven. Het gaat inmiddels goed met me, maar de afgelopen 2-3 weken voelde ik me wat minder goed. En dat kwam dus omdat ik 1 ziek was. En 2, mijn batterij was gewoon echt op. En ik denk dat dat vooral kwam door de verbouwing, de verhuizingsstress, de dingen die allemaal misgingen. Gewoon alles bij elkaar was net even iets te veel voor mij en mijn lichaam. Waardoor ik gewoon een soort van ingekakt was. En daardoor ben ik misschien ook ziek geworden. Ik weet het niet, maar het was gewoon allemaal even een beetje minder. Maar nu gaat het inmiddels goed met Dwayne ook. We zijn weer een beetje bijgetankt. We hebben het gewoon iets rustiger aangedaan de afgelopen dagen. En gewoon op tijd gaan slapen, zodat ons lichaam even kan rusten. En daarnaast hebben we nu ook gewoon een heel fijn plekje waar we wonen. Dus we zijn allebei heel erg dankbaar. Maar de verhuizing was gewoon echt wel even iets wat we zwaar onderschat hadden. Want mensen denken, ja, verhuizing, verbouwing, dat doe je toch wel even. Maar verbouwen en als je het echt in 1 keer goed wil hebben, daar ben je wel echt even zoet mee. En dat vergt ook gewoon heel veel energie en tijd. Dus dat is denk ik ook de grootste reden van mijn batterij die op was. En ook die van Dwayne. Dus dat was denk ik een beetje mijn uitleg voor jullie. Verder gaat het nu dus gewoon goed. Dus jullie hoeven je nergens zorgen over te maken. Ik ga ook echt proberen om de komende tijd weer wat meer te kunnen uploaden. En sowieso gaan we binnenkort op vakantie. Dus dan komen er ook weer leuke video's aan. Maar voor nu even lekker rustig aan. Ik doe het allemaal op mijn tempo. Ik wil niet te veel haasten en druk ergens achter zetten. Maar gewoon een beetje rustig doen. Dus dan gaat het vanzelf weer beter. De volgende vraag is: hoe bevalt het nieuwe huis? Dat werd ook heel erg vaak gevraagd. Het bevalt heel erg goed. We zijn allebei heel erg blij dat we hier wonen. En we zijn ook inmiddels helemaal gewend. We slapen hier goed. Het is groot, dus we hebben alle ruimte voor spullen. Het enige is dat het nog niet helemaal af is. Ik zit dus nu op zolder met een strijkplank als tafel waar ik mijn dingetjes op heb neergelegd. En ja, eigenlijk wilde ik dit ook nog allemaal afmaken hier op zolder. Dat ik echt een leuk kantoortje kon maken. Maar we zijn gewoon zo moe van de verbouwing dat ik nu zoiets had van, weet je, we gaan eerst deze maand ergens op vakantie. En dan als we terugkomen zijn we weer lekker opgeladen. En dan kunnen we ons weer focussen op de rest van het huis. Want nu hebben we er gewoon allebei even geen zin meer in. En willen we ook gewoon even kunnen genieten van deze zomer. Dus het bevalt goed, maar dat zijn wel de enige minpuntjes die nog moeten gebeuren. En voor de rest hartstikke blij met dit huis en de verbouwing. Het is allemaal uiteindelijk goed gekomen. Nog een vraag over het huis is: komt er ook een home tour? Dat werd heel erg vaak gevraagd onder mijn YouTube video's over wanneer komt de home tour. En dat komt, maar niet nu en ook niet binnenkort. Ik denk dat het echt pas komt zodra alles af is, want ik wil niet een video maken van een home tour dat jullie allemaal dozen nog zien staan. Dat vind ik niet leuk. Ik denk dat we echt pas een home tour gaan maken als de zolder ook af is. Of misschien als in ieder geval beneden alles af is. Ik weet nog niet precies wanneer. Het komt zeker, maar jullie moeten daar zeker nog wel even geduld voor hebben. Want ja, ik wil gewoon wel een leuke home tour aan jullie leveren. Niet dat alles rommelig is en niet geordend is. Dus dat komt binnenkort.
Dan heb ik hier de volgende vraag en daar staat: ga jullie dit jaar op vakantie? En zo ja, waarheen? We gaan inderdaad op vakantie. We hadden echt last minute besloten om nog weg te gaan. Eerst dachten we, ja, is het wel verstandig omdat we net verhuisd zijn en we zijn nog helemaal niet klaar. Maar toen dacht ik, weet je, we moeten wel, want we moeten ook even kunnen ontspannen. Want anders dan zijn we alleen maar bezig met het huis en met werk. En je wil ook gewoon even lekker eruit en daar niet aan te hoeven denken. Dus ik ga met de moeder van Dwayne, schoonmoeder, ga ik een paar dagjes naar Mallorca. En zodra wij terugkomen, dan hebben we nog 2 weken in Nederland. En dan gaan Dwayne en ik lekker 2 weekjes naar de Costa Brava, naar Girona. Dat is bij de Spaanse kust. En dan kunnen we gewoon een beetje gaan rondrijden richting Barcelona misschien. Of gewoon naar Lloret. Dat soort leuke strandjes gaan we bezoeken. En ja, daar heb ik gewoon hartstikke veel zin in. Gewoon lekker twee weken lang roadtrippen bij het strandjes liggen en leuke dingen doen. Dus dat is allemaal binnenkort. En daar ga je dus ook verhuisvlogs, vakantievlogs van zien. De volgende vraag is: wat zou je willen veranderen aan jezelf? Niet per se iets aan mijn uiterlijk. Ik denk dat dat echt een karakter iets zou zijn dat ik zou willen veranderen. En dat is dat ik minder chaotisch ben. Dat vind ik echt zo'n nare eigenschap. Ik heb het nu ook vooral heel erg ervaren tijdens de verhuizing. Ik ben zo'n grote chaot. Alles ligt overal. Ik stop dingen in dozen waar het eigenlijk helemaal niet hoort. Ik raak dingen kwijt. Ik ben in mijn hoofd chaotisch. Het gaat allemaal soms helemaal niet zoals ik wil. En dat komt echt door die eigenschap. En dat is best wel een irritante eigenschap, vind ik zelf. En voor de rest zou ik niet per se iets aan mijn gezicht willen veranderen of aan mijn lichaam. Want dat is, ja, zo ben ik geboren en zo accepteer ik mezelf. Op dit moment kan het natuurlijk later altijd anders zijn. Dat ik denk van ja, ik zal wel iets aan mezelf willen veranderen. Misschien de kraaienpootjes of whatever. Maar voor de rest denk ik daar nu niet echt over na. Nee. Dus eigenlijk alleen een karaktereigenschap wat ik zou willen veranderen. Dat is echt chaotisch zijn. Volgende vraag is: kan je zingen? Zo ja, laat eens horen. Ik kan niet per se goed zingen. Ik heb het wel eens gedaan. Ik heb ook eerder een liedje gemaakt voor Dwayne. Want toen waren we zoveel jaar samen. En toen heb ik als verrassing voor Dwayne een liedje opgenomen met zijn beste vriend. Waar hij toen heel erg vaak mee omging. En dat was zo grappig. Ik heb het laatst toevallig teruggeluisterd. Omdat mijn zusje dat nog op haar mail had staan. En ik heb zo in de scheur gelegen. En ik denk dat jullie het nu natuurlijk ook wel willen horen. Dus dat liedje ga ik nu voor jullie afspelen. Dan horen jullie ook gelijk hoe ik zing. Dus hoe mijn stem is als ik zing. Het is echt heel awkward. Maar het is wel heel grappig om te horen. Dus ik ga het jullie nu laten luisteren. The one you love the most. Keep that in mind. Nou, dat was dus het liedje die ik een tijdje geleden heb opgenomen met een vriend van Dwayne. Ik vind het grappig om achteraf te horen. Het is ook wel een heel schattig liedje. Beetje een flop uiteindelijk, want we hadden een heel klein studiootje en een jongen die ons had geholpen daarbij. Maar het is wel geinig om dat te hebben in mijn bestanden. Gewoon een liedje wat ik zelf heb geschreven met een vriend van Dwayne. En het was ook echt voor Dwayne als liefdesliedje bedoeld. Dus dat is eigenlijk het enige liedje wat ik ooit heb opgenomen. Ik vond het wel heel erg grappig om laatst ook terug te horen. Dus vandaar dat ik dat ook wel een goede vraag vond. En verder ga ik nu ook zeker niet voor jullie zingen, want ik ben er gewoon niet heel goed in. Maar ja, dat was dus het liedje. Next question is: als je nu een opleiding zou kunnen volgen, welke zou dat dan zijn? Ik zou best wel een opleiding willen volgen, al heb ik daar nu op dit moment geen tijd voor. Maar als ik een opleiding zou willen volgen, dan denk ik dat het eerder een cursus zal zijn. Of misschien verschillende cursussen, zoals fotografiecursus en video-editing-cursus zou ik ook wel willen doen. En een Nederlands en Spaanse cursus. Want mijn Nederlands, het is gewoon correct, maar ik heb zeg maar, soms wil ik iets vertellen en dan kan ik het niet goed verwoorden. En dan denk ik van, had ik nou maar net iets beter mijn best gedaan op school? Of had ik misschien nog maar iets meer gefocust op Nederlandse taal? Want dan makkelijker uit als het ware. Het gaat nu ook al helemaal mis. Maar goed, dus Nederlands, Spaans zou ik ook zeker wel willen doen. En fotografie en video, dat is eigenlijk het enige. Ik zou niet per se nog echt een opleiding willen doen van 4 jaar of 3 jaar. Maar wel cursusjes hier en daar af en toe wat mee pikken en leren. Dat kan altijd nog.
De volgende vraag is, wat vind je ervan dat je weer tante wordt? En dat is een vraag die ik ook super vaak voorbij heb zien komen onder mijn video's en ook onder de comments van mijn Instagram foto's. En daar ga ik nu gelijk antwoord op geven. Ik ben heel erg blij dat ik weer tante word. Ik vind het zo leuk. Iedere keer wanneer mijn vriendinnen of mijn familieleden bevallen van een klein babytje, dan word ik helemaal blij. En ook nu dus weer mijn eigen zus. Dat is toch altijd anders. Ook toen mijn neefje was geboren, Eli, dat is gewoon een heel bijzonder moment om mee te maken. En je zus is toch, het staat heel dichtbij je. En als je dan weer een nichtje erbij krijgt van je eigen zus, dat is het mooiste wat er is. Dus ik ben heel erg blij dat ik weer tante word van een klein meisje. Want dan heb ik nu een neefje en een nichtje van mijn zus. En dan natuurlijk nog heel veel nichtjes en neefjes rondlopen van Dweense kant. Maar van mijn eigen familie is het mijn enige nichtje en neefje. Dus dat is echt heel erg leuk. Ik ben er heel blij mee. Hoe heb je huid zo gekregen als in hoe zijn jouw puistjes verdwenen? Dat is een vraag die ik ook heel erg vaak voorbij zie komen. Ook onder mijn vlogs waarin ik geen make-up draag. Van hoe kan het dat je huid zo is veranderd door de jaren heen? Ik denk dat het komt door drie verschillende factoren. Ik heb de afgelopen jaren twee laserbehandelingen gehad. Het waren fractional laserbehandelingen. En die gingen best wel diep in je huid. En daardoor zijn denk ik mijn rode plekjes vooral heel erg verdwenen. Want ik had echt onderliggende acne. Dus dat was echt heel diep in de huid. En het waren rode plekjes. En die zijn toen door het laser denk ik vooral verdwenen. Maar ook heb ik toen een andere pil genomen. Toen ben ik geswitcht van een zwaardere pil naar een lichtere pil. En toen merkte ik ook dat mijn huid heel erg verbeterde. Maar dat is bij iedereen verschillend. Ik denk dat het beste is als je even langs je huisarts gaat en vraagt wat goed is voor jou. En misschien dat je lichter kan gaan of juist zwaarder. Dat hangt er maar net van af hoe jouw huid daarop reageert. Maar je moet het altijd een maand of twee even volhouden. En dan kan je vanzelf zien of dat werkt ja of nee. En het derde is dat ik mijn huid iedere maand laat behandelen bij een schoonheidssalon. En dat doe ik bij schoonheidssalon Bella's in Lelystad. Zij behandelt mijn huid iedere maand met een goede reiniging, een masker. En ze gaat alle talg uitdrukken. En zij vindt altijd verstoppingen in mijn gezicht. Dus die prikt ze dan uit met het naaldje. En dan gaat de talg er ook uit. En het wordt helemaal schoongemaakt, dus tot diep in de huid. En ik denk dat dat heel belangrijk is dat je huid ook iedere maand zo'n behandeling gunt. Want ik word ook ouder. Ik ben nu 25. En ik merk ook dat mijn huid gewoon wat extra vocht nodig heeft. En dit soort behandelingen zijn voor mij echt top. Dus vandaar dat ik dat ook iedere maand doe. Want je huid is echt alles. Je gezicht is gewoon alles. De hele wereld kijkt naar je gezicht, zeg maar. Dus dat vind ik wel belangrijk om te onderhouden. Dus dat zijn eigenlijk drie redenen, denk ik, die ervoor hebben gezorgd dat mijn huid is verbeterd. Dus dat was dat. Alright, zou je ooit nog je eigen boek willen schrijven? Heb ik wel vaker over nagedacht. Ik heb ook meerdere gesprekken al gehad met uitgeverijen. Of ik het leuk zou vinden als ik een boek zou schrijven. En toen hebben ze het een beetje bij mij neergelegd van kijk maar wat je leuk zou vinden om over te schrijven. Ik zelf zou het nog niet echt weten. Het lijkt me wel hartstikke leuk om echt over mijn leven te schrijven. Want ik denk dat heel veel jullie niet weten hoe ik vroeger heb geleefd. En ja, ik ben natuurlijk nu vooral aan het praten over wat er nu gebeurt in mijn leven. Maar wat gebeurde er vroeger in mijn leven, dat weet de helft niet. Dus het lijkt me wel heel leuk om wat meer over mijn jeugd te vertellen. En over wat ik allemaal heb meegemaakt. Dat het echt een persoonlijk boek wordt. Zodat ik later ook iets heb om naar terug te kijken, zeg maar. Dus dat ik mijn kinderen kan laten zien van nou, dit is dus hoe mijn leven was. Tot nu. Maar ik heb nog niet echt nagedacht over hoe ik dat dan precies zou willen vormgeven, hoe ik het zou willen indelen, hoe ik het zou willen vertellen. Zou het dan meer in een dagboekvorm zijn of anders? Ik heb geen idee hoe ik dat wil doen. Dus dat is wel iets wat in mijn gedachten zit, maar ik heb er nu gewoon ook geen tijd voor om dat uit te werken. Dus mocht het zover zijn, zal ik een keertje een boek uitbrengen of gaan schrijven, dan laat ik het jullie uiteraard even weten. De volgende vraag is, wat is het mooiste land waar je ooit bent geweest op vakantie? Ik denk toch wel de Malediven, dat het echt een van de mooiste plekken is op aarde waar ik ooit ben geweest. Natuurlijk zijn er nog veel meer andere mooie plekken waar ik sowieso nog naartoe wil. Maar Malediven is toch wel by far het mooiste waar ik ben geweest en waar ik echt tot rust ben gekomen. Omdat het daar zo perfect is. Het lijkt echt ja, een sprookje als je daar bent, omdat het zo blauw is, het water allemaal. Je loopt je huisje uit en je stapt in een helder blauwe zee en het is daar echt zo mooi. Ik kan het niet eens uitleggen hoe mooi dat is. Daar moet je gewoon echt een keer geweest zijn. Al is het voor je honeymoon of whatever. Malediven is wel echt een aanrader. En de Bahama's vond ik ook heel mooi. Maar ik denk dat toen Dwayne en ik bij de Bahama's waren, dat we niet de mooiste plekken hebben gezien van de Bahama's. Dus dat we echt een beetje bij de meer toeristische plekjes zijn gedropt. Want we gingen toen met een cruise. Maar als ik het vergelijk met elkaar, lijkt het heel erg op elkaar. Alleen is de Malediven toch wat
wat rustgevender. Je hebt echt kleine eilandjes waar je op kan verblijven. Dus dat vond ik wel heel mooi om mee te hebben gemaakt. En dan waren dat alweer alle Q&A-vragen die ik in deze video aan jullie wilde beantwoorden. Mocht je na het kijken van deze video nou nog andere brandende vragen hebben, zet ze gewoon even hieronder in de comments en dan kan ik die ook voor jullie beantwoorden. En voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal. En dan zien jullie mij snel terug in de volgende video. Doeg!